De geldigheid van de BAZO- en BZV-kaarten is verlengd tot en met 31 maart 2021. De medische dienstverlening voor de mensen met een vervallen BAZO-kaart blijft dus gegarandeerd tot en met 31 maart 2021. Dit besluit is tijdens een regeringsraadvergadering op 23 februari 2021 jongsleden genomen. Registraties voor de verlenging van de vervallen kaarten zijn een ongoing proces. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting stopt dus niet met de registraties. Minister Uraikit Ramsaran gaat in op de besluiten. Natuurlijk hebben we alle aandacht voor wat de spanningen zijn binnen de samenleving. En bij deze dat van BAZO en BZV het toch wel voor wat onrust en wat ruis heeft gezorgd binnen de samenleving. Het ministerie van SOSAVO natuurlijk is dan momenteel dan belast geworden om dat gedeelte dan aan te pakken in samenwerking met SZF. Er is momenteel geen ander partner dan SZF met wie we werken. We kijken wel richting de toekomst. Maar voor wat betreft dan het laatste laatste besluit van de regering op 10 januari, waarbij we het verlengd hebben richting 28 februari, mag ik dan meegeven dat het geen klein werk, klein karwei is of was, maar dat we alles op alles hebben gezet om ervoor te zorgen dat het weinige aan middelen wat we hebben, wat is overgedragen of overgelaten, dat wij zoveel als mogelijk dan u, broeder en zuster, dan willen helpen met uw noodkreet. Bij deze in 2018, want zoals we weten, zijn we gauw geneigd om te vergeten, maar in 2018 zijn de deuren opengegooid, waarbij een ieder dan kon aanmelden bij een van de BAZO-kantoren of de SZF om zo'n verzekering dan in ontvangst te nemen. Maar dat heeft ervoor gezorgd on the long run dat momenteel het zwaar drukt op onze begroting, het zwaar drukt op de staat. Dus apart daarvan hebben we dan gekeken van als u voldoet aan criteria, als u behoeftig bent voor wat betreft onze premiesubsidie aan verzekering voor een SZF-pasje bij deze, want het is bekend als een SZF-pasje, maar het is een verzekering wat u ontvangt, dat wij natuurlijk de deuren nog steeds open houden om de aanmeldingen te accepteren. Maar er is natuurlijk dat gedeelte van criteria, toetsering, beoordeling waar u doorheen moet gaan voordat u zo'n verzekering van ons kunt krijgen. Dus aan u nu geef ik dan de pers de kans om eigenlijk de vragen te stellen welke vanuit het volk dan richting de regering moet gaan. Aan u het woord. Minister, hoeveel lopen de aanvragen? De aanvragen, ik mag u eerlijk aangeven dat uit een bestand van juli 2020 richting februari 2021 er een totaal aantal richting de 123.006, om het exact aan te geven, 123.006 van verschillende registraties waren in het bestand, maar daadwerkelijk alleen 48.000 mensen zijn komen aanmelden uit het geheel. Nou, net wat ik zei, in 2018 zijn de deuren opengegooid, de deuren en ramen. En bij deze apart dat de mensen, het volk naar BAZO-kantoren kon gaan om een verzekeringspas aan te vragen, dat men ook richting SZF ging om zo'n pasje aan te vragen. Dus ieder had plotseling één keer zo'n verzekeringspasje, of je nou voldoet aan criteria of niet voldoet aan criteria. En dat is het moeilijke en lastige van, want dat gedeelte van BZV van 17 tot en met 59 jaar, waarbij we eigenlijk praten tussen de 21 en 59 jaar over een arbeidsklasse, dat deze mensen die werken voor een bedrijf, dat het bedrijf eigenlijk moet inkomen. En daar speelt een stukje burgerplicht in, voor wat betreft dan de werkgevers, dat ze ook moeten inspelen, dat ze hun arbeiders, hun personeel moeten verzekeren, of het nou voor de helft is of volledig. En apart daarvan, de mensen die het kunnen permitteren, dat zij ook ervoor zorgen dat ze hun burgerplicht naleven en verantwoordelijkheid op hun schouders nemen. Door te zeggen van, ik zal mezelf verzekeren, want er zijn broeders en zusters die het zwaarder hebben dan mij. En ik geef hun de kans om gesubsidieerd te worden. Hoeveel mensen zijn zich al komen registreren? Intussen heb ik dan een bestand gedeeld vanaf juli 2020 tot en met februari. 15 februari om exact te zijn. En daar staat er momenteel 123.006 geregistreerd in ons bestand. Waarbij tijdens onze screening, tijdens onze
ik zou niet eens zeggen herregistratie, maar nieuwe aanmeldingperiode dat we hebben aangegeven voor de verzekeringen die vervallen zijn, dat er alleen 48.000 maar zijn komen aanmelden. Daadwerkelijk zijn komen aanmelden. Worden de registraties verlengd? De registraties, het is een ongoing proces. Het is een ongoing proces. Ik wil even bij deze gebruik maken van de gelegenheid om de samenleving gerust te stellen. Gerust te stellen door te zeggen, wij gaan u niet in de kou laten. Sociale zaken, gezamenlijk met onze BASO-afdeling, zal u niet in de steek laten. Bent u in nood, heeft u een BZV-kaart nodig, wij accepteren u nog steeds als u komt aanmelden voor een BZV-kaart. Want u moet natuurlijk ook verholpen worden door de regering. En bij deze zeg ik zo zelf aan u, wij zullen niet stoppen met registreren. Het is een ongoing proces. Er zullen mensen zijn waarbij hun kaarten dan komen te vervallen, hun verzekering komen te vervallen. Ze moeten weer door het systeem heen gaan. Het enige wat verschilt is dat wij het zullen verwerken als te zijn een nieuwe aanvraag. Want wij hebben dat zoveel als mogelijk verfijnd door te zeggen, u moet voldoen aan criteria voordat u een BZV-kaart van ons ontvangt. Voor de medische dienstverlening, dan mag ik meteen delen, en dit is eigenlijk dat gedeelte wat we besloten hebben als regering op 23 februari vandaag, jongsleden, is dat 1, de registraties continueren. Er is een deadline gegeven aan het volk dat we richting 28 februari gaan, maar bij deze nogmaals geef ik door aan de bevolking, wij van de BASO-kantoren continueren door om registraties te accepteren. U gaat wel door de screening heen moeten gaan. En aan de hand daarvan dat er dan een verzekering verstrekt wordt aan u. Dat is 1. En 2, voor wat betreft de medische dienstverlening, dat het wordt gecontinueerd tot eind maart. Dus dat betekent tot en met eind maart, voor wat betreft de verschillende vervallen karten, dat jullie nog steeds geholpen worden tot en met eind maart. Broeders en zusters, maakt u gebruik hiervan. We hebben erover nagedacht en natuurlijk hebben we geluisterd naar jullie. En we geven bij deze aan, dat maakt u gebruik momenteel van de gelegenheid om langs te komen, om ervoor te zorgen dat u door de screening heen gaat en daadwerkelijk een pas in handen krijgt, dat u dan verzekerd bent. Maar let u wel, ik vraag ook bij deze, wees u integer genoeg. Wij zullen u helpen door een maand voor wat betreft vanuit volksgezondheid, dat hij de medische zorg, het medische zorg zal aanspreken, zal spreken, de directieven zal geven, zal schrijven, dat het verlengd wordt, uw dienstverlening, richting eind maart. Maar apart daarvan dat wij van SOSAFO aangeven dat wij continueren met het aannemen van registraties. En dat we van daaruit ook willen zeggen dat het niet zal stoppen. Het is een ongoing proces. In de verschillende districten waarbij er nog geen BASO-kantoor is. Want nogmaals, ik heb vanaf het begin aangehaald dat wij een afdeling hebben aangetroffen wat niet volledig was. Dat we ervoor hebben gezorgd dat het dropboxen zijn. Zorgt u ervoor, gaat u op onze website, print u een formulier uit. Vul het in, plaats de gegevens van u erin en als het beter uitkomt, dat zelfs een begeleidingsschrijver waarbij staat wat uw nood is en waarom het noodzakelijk is. Apart daarvan dient u de stukken dan in. Wij vragen wel aan de bevolking, wees integer, wees eerlijk. U kent uw verantwoordelijkheden, zorg ervoor dat van uw kant uit als u voldoet, dat u daadwerkelijk komt aanmelden. Als u weet dat u niet voldoet, er zijn verschillende verzekeringsmaatschappijen die klaarstaan voor jullie. Meld u zich aan, want zorg er wel voor dat u verzekerd bent. En wacht niet tot de tijd waarbij er een calamiteit of een probleem is, dat u daarna denkt van ik ben niet verzekerd. Dus laten we niet wachten totdat er een ongeluk is, of een ongeluk schuld in een hoekje. Laten we ervoor zorgen dat u van uw kant uw verantwoordelijkheid kent om uzelf te verzekeren. En van ons kant uit, de mensen die het nodig hebben, dat we zo snel als mogelijk helpen. Ik wil ook een woord van dank zeggen aan de gemeenschap. Het heeft heel wat geduld getracht. Wij bedanken u voor uw geduld, maar vragen ook bij deze. De trip is not. We zijn nog niet aan het eind, om het zo te zeggen. We zijn nog niet aan het eind en het zal nog even duren voordat we het rond hebben. En dat we ervoor zorgen dat we het geheel dan versnellen en in goede staat dan naar u de diensten kunnen verlenen. Ik zie dat er ook enkele mensen van SZF hier zijn. Ik mag dan meegeven dat wij bilateraal ook hebben gesproken, zowel collega Volksgezondheid en ik, maar ook formeel per schrijven, dat ik bij deze dan aangeef, en ik maak er gebruik van zorg u ervoor, heeft u uw verzekering of uw aanvraag gedaan? Heeft u uw sms ontvangen? Zo niet of twijfelt u, checkt u uw sms of bel even met SZF.
of uw naam daar voorkomt of met een van de Basso-kantoren om te kijken wat de stand van zaken zijn. Het is uw verzekering. U heeft het nodig en wij zijn bereid om dat te geven als u voldoet aan criteria. Er liggen meer dan 5.885 pasjes, verzekeringspasjes te SZF. Ze proberen van hun kant uit ook customer service in te zetten, om het zo te zeggen, om op de een of andere manier ook hun oproep te doen. Ik ondersteun dat gedeelte, want nogmaals, wacht u niet totdat het te laat is. Wacht u niet totdat u in een ongeluk zit, maar zorg u ervoor dat u uw pasje gaat ophalen. Nogmaals, daarin speelt zelfverantwoordelijkheid een grote rol in. Dus 5.885 pasjes welke nog niet zijn opgehaald. Sinds, even kijken, sinds november richting vandaag. Het ministerie heeft intussen dan een aanvraag gedaan. We hebben een aantal leveranciers. We willen ervoor zorgen dat de dienstverlening natuurlijk continueert en in goede staat dan verkeert. En bij deze hebben we dan onze aanvraag gedaan en we zijn dan bezig dat allemaal aan te pakken. Intussen mag ik zeggen dat voor wat betreft Gemeenlandsweg, dat we daar zo een beetje hebben mogen structureren. We hebben verder ook nog een Basso-kantoor alvast geopend te komen wijnen. We hebben daarna ook gezorgd dat het personeel welke aanwezig is, dat zij getraind worden. Dat we onze belofte daarna leven dat de mensen die in ons systeem voorkomen, dat we kijken waar ze thuis horen. En aan de hand daarvan hun ook trainen om dan het werk dan correct en goed te doen richting de bevolking, het bevolking. Nogmaals, wij continueren. De Basso-kantoren staan open voor u. Komt u zich aanmelden. Want nogmaals, uit het bestaan van 123.006 hebben aan die 48.000 mensen zich aangemeld. In die 75.000 mensen, of in het bestaan van 75.000, als er daarin mensen voorkomen die zich nog moeten registreren of moeten aanmelden, komt u zich aanmelden. Want aan de hand daarvan kunnen we dan verder ons werk verrichten. Dus dat is het in het kort. Hoe zit het met de spoedaanvraag? Oké, de spoedaanvragen, daar hebben we dan ziekenhuizen, bij deze zal ik al ziekenhuis als voorbeeld nemen, gevraagd om van hun kant dan direct contact te maken met de Basso-kantoren, zodat de patiënten dan geholpen worden. Ze worden natuurlijk ook van, de aanvraag wordt ook natuurlijk vanuit de ziekenhuizen gedaan, maar bij spoedgevallen ook dat ze bij een van de Basso-kantoren of een van de Sosavo-kantoren kunnen aanmelden. Maar om de lijnen korter te maken, als u eenmaal in een situatie bevindt waarbij een ziekenhuis dan u moet helpen. Let wel, ik vraag aan deze dat de besluiten worden nageleefd voor wat betreft de medische dienstverlening. Want alleen daar, in samenwerking, kunnen we ervoor zorgen dat de mensen geholpen kunnen worden. Yes? Vragen van de anderen? Oh, misschien een laatste vraag, minister. Tuurlijk. Oké, ik doe een beroep bij deze, want er zijn al gesprekken gevoerd en vandaag weer tijdens een regeringsvergadering, een regeringsraadvergadering, waarbij het besluit is genomen is geworden dat één, apart van de registraties welke zullen continueren, dat er een beroep wordt gedaan en natuurlijk vanuit mijn collega Volksgezondheid dat hij dan schrijven zal richten richting de dienstverleners. Let u erop, volg uw eet, we hebben ook een eet afgesloten, u en ik, dat wij ervoor moeten zorgen dat als de mensen dan aanmelden, de mensen bij deze met een vervallen pasje, dat voor wat betreft de dienstverlening van uw kant uit, richting eind maart, dat u ze alstublieft helpt bij deze. Maar dat ik ook aan collega VG dan vraag om de verschillende problemen ook te listen voor als er hulp verleend dient te worden. Zowel vanuit de staat, zowel vanuit de dienstverlening naar het volk toe. Aan het eind moeten we ervoor zorgen dat we alle eindjes bij elkaar brengen en dat we ervoor zorgen dat het één sterk fundament wordt. Bij deze, we kunnen het volk niet zo laten, ze moeten geholpen worden. Maar natuurlijk vragen we ook aan de ziekenhuizen, helpt u ons om de registraties dan te sturen richting de Basso-kantoren of hoofdkantoor. En van daaruit dat we ervoor zorgen dat het geviateerd wordt en dat de mensen geholpen worden. Dus mijn beroep nogmaals, want daar is eigenlijk een van de grootste knelpunten, dat de mensen met de vervallen Basso-kaart niet geholpen worden door de medische dienstverlening. Dus bij deze mijn oproep richting hen. Ik luisterde afgelopen week naar andere voorzitter van het parlement, de heer Deo Sharman. Mm-hmm. En het kwam erop neer dat Sosavo eigenlijk de zaak niet kan handelen om al deze aanvragen te verwerken. Hoe gaat u om met hetgeen de heer Sharman heeft gezegd? Oké, vanaf 2018 richting heden waren er enkele besluiten welke wij hebben overgenomen. Besluiten waarbij wij als regering natuurlijk daarnaar kijken. We hebben het op de operatietafel gezet. Als we kijken naar de basiszorgwet, dat we ervoor zorgen dat natuurlijk alle
foutjes, de scope eigenlijk wordt gevormd. Want bij deze hebben we natuurlijk eerst gezorgd dat we klaarstaan voor het volk. Maar als we kijken naar de oorzaak, moeten we dan gaan werken aan de wet zelf. En bij deze hebben we dan collega Bisa gevraagd om van zijn kant uit een commissie in te stellen. En dat we alle aandacht eraan zullen vestigen. Het is natuurlijk zo dat voor wat betreft dan afdeling Basel, toen het is aangetroffen, en ik zeg het bij deze, dat er alleen 5 werkende PC's waren. Om een bestand van bijna 200.000 mensen te verwerken met 5 PC's, is een groot karwei. Een groot karwei waarbij natuurlijk alle aandacht wordt gegeven, alle aandacht vanuit de leiding, alle aandacht van mijn kant uit, dat we ervoor zorgen dat we onze structuur dan gaan verstevigen en ervoor zorgen dat apart dat de mensen getraind worden, apart dat wij een onderdak hebben, maar dat wij onze diensten kunnen verlenen met de nodige materie en bij deze, of het nou PC's zijn, scanners, dat we dit allemaal digitaliseren, dat u niet specifiek hoeft te lopen naar een Basso-kantoor, maar dat u ook online dat kunt doen. Dus versterken zijn we volledig aan het versterken, maar natuurlijk de zaken binnenshuis proberen we dat binnenshuis zo snel mogelijk op te lossen. En waar wij naar buiten moeten komen en de dienstverlening moeten doen, dat we ervoor zorgen dat we volledig ons inzetten met man en macht om ervoor te zorgen dat de mensen verholpen worden.